Welkom bij DigiCast, een podcast van WeTechCare VZW. Hier praten we over digitale inclusie. We maken kennis met de mensen, eerste lijnsactoren, overheidsdiensten, verkozen vertegenwoordigers en bedrijven die te maken hebben met de uitdagingen van de digitalisering in onze samenleving. WeTechCare is een VZW die van digitale technologie een hefboom voor sociale vooruitgang voor iedereen wil maken in plaats van een obstakel. We hebben ook het platform 123digit.be ontwikkeld dat gratis toegang biedt tot educatieve tools en we organiseren regelmatig thematische webinars rond digitale inclusie. Veel luisterplezier! De drie volgende episodes van DigiCast zijn gewijd aan autodelen in het Brussels hoofdstedelijk gewest. Autodelen is een alternatief voor de privéauto dat goed is voor het milieu en uw portemonnee. WeTechCare heeft zich aangesloten bij de ondertekenaars van de Green Deal Inclusive Carsharing om autodelen in Brussel een duurzame en inclusieve boost te geven. Met de steun van Leefmilieu Brussel, Brussel Mobiliteit en de vereniging Autodelen.net zet WeTechCare het project 123 Carsharing for Brussels op dat zijn doelpubliek wil bewustmaken over de vele voordelen van autodelen in het Brussels hoofdstedelijk gewest en hen wil ondersteunen bij het eerste gebruik ervan. Dit is een missie die we samen met 6 Brusselse gemeentelijke partners uitvoeren. Autodelen.net is een VZW. We zijn gebaseerd in Gent en ja, we werken, zoals het woord zelf zegt, rond autodelen en binnenkort ook rond alle vormen van deelmobiliteit. En ja, onze doelstelling is eigenlijk om ja, autodelen meer ingeburgerd te maken, als ik het op die manier mag zeggen. En dat doen we op verschillende manieren. We hebben enerzijds een beleidsteam, dus we werken dus beleidsmatig. We hebben ook een community team. En dus zoals het woord zelf zegt, dat team gaat dus meer inwerken op werken rond community. Ja, en we worden daarbij ondersteund ook door een communicatieteam. Autodelen betekent dat eigenlijk verschillende mensen op een verschillend aaneenvolgend moment gebruik maken van één en dezelfde wagen. De voor- en nadelen, mijn inziens, zijn er voornamelijk voordelen. Dus de voordelen, ik denk al een heel belangrijk voordeel is, zolang men sporadisch een auto nodig heeft, win je eigenlijk geld met het afstand doen van de eigen wagen. Men vormt het dus eigenlijk een financiële besparing om het gebruik te maken van autodelen. Voor mensen die geen eigen wagen hebben, is het ook een soort van vorm van empowerment, omdat het eigenlijk een extra mobiliteitsoptie toevoegt. En dus ook toelaat dat verplaatsingen die moeilijker zijn, maar bijvoorbeeld het openbaar vervoer, omwille van het feit dat het openbaar vervoer dat niet aanwezig is of onvoldoende aanwezig is, of omwille van het feit dat men bijvoorbeeld een grote kast moet verhuizen, dan is er eigenlijk een extra mobiliteitsoptie. Andere voordelen zijn voornamelijk gelinkt aan meer het groene ervan, als ik het op die manier mag zeggen. In de zin dat we weten dat mensen die aan autodelen doen eigenlijk minder met de wagen rijden, dat die vaker de fiets gebruiken of het openbaar vervoer enzovoort. Dus dat leidt ertoe dat zowel qua CO2-uitstoot eigenlijk voordelen oplevert, maar ook invulling van de publieke ruimte. Dus het laat toe dat er meer ruimte is voor andere vormen van mobiliteit, als er meer ruimte voor voetgangers, meer ruimte voor fietsers enzovoort, maar ook gewoon te koer meer ruimte voor bijvoorbeeld groene ruimte of voor een speeltuin enzovoort, omdat die wagens uiteindelijk ook gewoon veel plaats innemen. Het komt ook de luchtkwaliteit ten goede, om eigenlijk redenen die al aangehaald zijn. Ik denk dat in de notendop wat de belangrijkste zijn. Ik denk dat dat heel veel afhangt van hoe dat uw eigen verhaal is als burger. Dus ik denk, afhankelijk van de situatie, als u als burger iemand bent die, stel bijvoorbeeld, u bent iemand die op pensioen bent en nog een eigen wagen heeft, maar die eigenlijk niet vaak gebruikt, dan is het eerste waarin dat ik denk het feit dat u geld zal besparen door afstand te doen van uw wagen en gebruik van een deelwagensysteem, dat u afhankelijk van het type systeem dat u gebruikt ook wat meer misschien uit een potentieel isolement kan geraken. Maar als u iemand bent die geen eigen wagen heeft, dan is natuurlijk het een heel ander verhaal. En dan zitten we veel meer, als dat ik eerder zei, meer een vorm van empowerment, dat u ook nog een extra mobiliteitsoptie geeft, dat u ook niet meer afhankelijk bent van anderen als u bijvoorbeeld naar de IKEA moet, dat u niet een familielid of een buur moet inschakelen, maar dat u gewoon zelf dat kan doen.
uiteraard, en daar begint het bij, maar dat spreekt voor zich ook gewoon los van autodelen. Het hebben van de eigen wagen hetzelfde. Mensen moeten een rijbewijs hebben. Mensen moeten ook geldige identiteitsdocumenten hebben. En dan zijn er een heel aantal drempels die eerder psychologisch zijn, als ik het op die manier mag zeggen. In de zin dat mensen moeten vertrouwen hebben in het autodeelsysteem. Ze moeten vertrouwen hebben in de manier waarop met hun data wordt omgegaan. Vertrouwen hebben in het feit dat het ook effectief een oplossing voor hen kan zijn. Dat ze een bepaald ownership hebben ten aanzien van dat autodeelsysteem. Ze moeten er vertrouwen in hebben dat het beschikbaar zal zijn wanneer dat ze het nodig hebben, dat het ook voor hen toegankelijk is enzovoort. Mensen kunnen ook schrik hebben dat ze hun vrijheid verliezen en dat is dan specifiek voor degenen die ofwel een eigen wagen zouden delen of voor mensen die een eigen wagen hebben en er afstand zouden van doen om over te stappen op een autodeelsysteem. Naast de psychologische zijn er ook cognitieve knelpunten. Het feit dat het gebruik maken van een autodeelsysteem een bepaald planmatige vaardigheden vereist, ook digitale vaardigheden vereist. Er zijn ook een aantal socio-economische, socio-culturele belemmeringen. In de zin dat voor bepaalde mensen is de auto een statussymbool. Wat er ook toe leidt dat mensen minder snel de stap naar autodelen gaan zetten. En dat is iets waarvan dat we zien dat hoe meer ongelijkheid in de samenleving, hoe meer mensen vastgehouden aan statussymbolen en aan het proberen eigenlijk het behoren tot een hogere sociale klasse. Dus daar zien we ook dat hoe groter die sociale ongelijkheid, hoe meer dat fenomeen eigenlijk speelt. Het feit dat voor bepaalde mensen hun eigen wagen ook gewoon een soort van veilige optie is. En dan denken we vooral aan de groepen die het meest gemarginaliseerd worden in zo'n samenleving. Als iemand bijvoorbeeld, slachtoffer geworden is van homofoob geweld, zal die persoon misschien meer vasthouden aan die eigen wagen om 's nachts een verplaatsing te doen dan het gebruik maken van bijvoorbeeld een cambio. Dus in die richting zijn er ook een aantal belemmeringen. Dan is het gewoon puur praktisch het feit dat mensen, als men bijvoorbeeld nog leert in autorijden, of sommige systemen vragen ook dat men minimum 2 jaar een rijbewijs geeft. Dat zijn praktische belemmeringen, maar andere praktische belemmeringen waar we kunnen aan denken. Zijn het feit dat voor grote families is de wagen misschien niet groot genoeg, of mensen hebben een kindersitje nodig, of mensen moeten iemand meenemen die in een rolstoel zit en de wagen is daar niet aan aangepast enzovoort. Dus dat zijn praktische belemmeringen. En dan denk ik dat we er een heel aantal opgesomd hebben en wel min of meer rond zijn. Het gebruik maken van autodelen vergt bepaalde digitale vaardigheden, zoals al gezegd. Uit ervaring met de projecten die wij nu doen, stellen wij vast dat dat eigenlijk ook een van de grootste barrières is. En het gaat enerzijds om het gebrek aan digitale vaardigheden om effectief gebruik te kunnen maken van het autodeelsysteem. Maar ook een soort van schrik. Het is heel subjectief, maar naar mijn aanvoelen en de gesprekken die ik met mensen heb, gaat het echt niet enkel om ik kan daar niet mee overweg, maar ik heb ook schrik dat ik het niet zal kunnen. Dus dat beren zo wel wat spelen. Dat is niet de meest evidente vraag om te beantwoorden, in de zin dat de laatste studie voor Brussel over het profiel van de autodeler dateert van 2020 met data van 2017. Dus het lijkt mij dat wel wat achterhaald is. Maar dus uit die studie vloeit voort. En er zijn ook een aantal andere studies in andere steden die hetzelfde aantonen. Dat het profiel van de autodeelgebruiker toch voornamelijk hoger opgeleerden, middenklasse, universitair diploma, ook meer mannen dan vrouwen. En ook eerder een jonger profiel. Maar die nuances dat we zien dat bij particulier autodelen het qua gender op vlak van gender een stukje beter doet. Als ook dat we merken dat bij roundtrip autodelen dat het qua leeftijd ook ietsje beter doet dan de free-floating systemen. Maar dus algemeen beschouwd bevestigt het eigenlijk de bestaande privileges gelden ook voor autodelen. We hebben een aantal aanbieders in Brussel. Dus een onderscheid enerzijds tussen de commerciële aanbieders, anderzijds de platform voor particulier autodelen. Dus commercieel hebben we Cambio, Poppy en Miles. Cambio is een roundtrip aanbieder. Wat dat eigenlijk betekent dat mensen de wagen gaan ophalen op een specifieke plaats en die ook terug moeten brengen naar diezelfde plaats. Waar dat Poppy en Miles free-floating systemen zijn. En dat mensen dus eigenlijk zolang dat in de zone blijft, mogen ze dan eigenlijk die wagen achterlaten waar mensen dat wensen.
En dus anderzijds, voor particuliere autodelen zijn er Cozy Wheels en Degage. Maar Degage heeft maar 2 wagens in Brussel, zeker nagenoeg verwaarloosbaar. Dus het is voornamelijk Cozy Wheels in Brussel. Qua cijfers, Brussel tekent qua het aantal ritten de tweede grootste groei op in Europa. Dus we zien dat er eigenlijk dat er een grote groei is in Brussel voor autodelen. Geen zo'n evidente vraag, lijkt mij. Ik denk dat dat misschien nog meer een vraag is om aan de aanbieder zelf te stellen, misschien. Vanuit mijn ervaringen en gesprekken mag gaan... het is een heel competitieve markt. Dat is op zich wel al een uitdaging. Wat ook een uitdaging is vandalisme in Brussel, jammer genoeg. Misschien hebben jullie gezien dat nu recent ook Poppy verdwijnt in Luik. Ik denk dat dat deze week is aangekondigd geweest omwille van het vandalisme. Dus dat zijn wel uitdagingen. Alleszins toch voor de aanbieders om mee om te gaan. Het digitale is ook een grote uitdaging. Want het zal er op dat vlak niet op verbeteren. Niet alleen voor autodelen, maar meer algemeen in de samenleving. Alles digitaliseert meer en meer. En niet iedereen kan dat ritme volgen, als ik het op die manier mag zeggen. Dus dat lijkt mij ook wel een heel grote uitdaging. En meer algemeen. Er is een algemene trend wereldwijd dat sociale ongelijkheid meer en meer vergroot. Ik ben absoluut te weinig vertrouwd met Brussel om echt heel grote uitspraken over te doen. Maar het lijkt mij ook wel iets wat dat het potentieel nog moeilijker zal maken voor een aantal mensen. Dat het heel raadzaam lijkt om te kijken als autodelen effectief een oplossing kan zijn. Ik ben ervan overtuigd dat het geen oplossing is voor iedereen, maar ik ben er wel van overtuigd dat er best wel nog wat marge zit om mensen ofwel een mobiliteitsoptie bijkomend te bieden, die gaan eigenlijk meer autonomie geeft, ofwel om kosten te besparen en ook een stuk ecologischer te leven. Ik denk dat daar wel nog ruimte voor verbetering zit, zowel voor de samenleving als voor de potentiële gebruiker die het nu nog niet gebruikt.